I'm holding on to many things past, to anything that's gonna change my memories back. I'm holding on to everyone good, to everything that's ever made the way that it should. Joya Nicaragua Antonio 1970, de sigade die Joya Nicaragua op de kaart heeft gezet. In die tijd, 1970, noemen ze dit de zwaarste sigaar van de wereld. Waarom? Ja, de Cubaanse sigaren werden verbannen in Amerika. Zo werd het de meest gezochte en meest gerookte sigaar in Amerika. Ik heb hier mijn favoriet, dat is dan de Magnum. Maar wel een Figurado, en dat is dus, wil zeggen dat hij niet een capje heeft. Het is een Bellisico en kijk, dan kan je het goed zien. Hij is gerold, dus uit één gedeelte. Maar het is geen torpedo. Dit is zo fijn en zacht. En ik dacht van gisteren heb ik de schetsreview gemaakt. Ik heb een stukje verteld over de Joya Nicaragua. De Antonio. En dat betekent het vorig jaar van Roze en Spaans. Ja, 1970. En dit is echt, dit noemen ze de zwaarste sigaar ter wereld. Het is ook een hele mooie, donkere. Het is een Puro, het is een Habanos dekblad uit Nicaragua, van Nicaragua. Het is een Puros en bij de meeste risico's heb je dus van je moet hier gaan voelen van waar ga ik hem knippen. En wat ik al zei, bij een ander ben je al heel snel, zo anderhalf inch. Maar je voelt, ja, hij kraakt hier wat, hier zit hij echt. Maar je moet hem ook niet te kort knippen natuurlijk, want dan ligt het niet echt, het rookt niet echt lekker. Dan, je moet er wel goed. Ik denk ik moet hem maken, want ik heb er niet zoveel van, ze zijn niet goedkoop. Of ja, niet goedkoop in verhouding met een Cohiba of weet ik wat voor Cubaanse rolling. Ik rook wel de José El Piedra en dat zijn hele goedkope Cubaanse sigaren en je lacht je kapot, want ik heb meerdere reviews gezien van buitenlanders en die hadden net een review gemaakt over de nieuwe Partagas en dit noemden ze, die hadden ze genoemd tot de smaak van, wat is de smaak van Cuba, totdat ze voor een hele goedkope José El Piedra gingen en moesten terughalen en zeggen van dit is de smaak van Cuba. Ja, dat vind ik wel humor. Kijk, ik ga tot zo ver ga ik hem afknippen, denk ik. Want, nou, denk ik, weet het wel zeker, want het is echt niet mijn eerste hoor. Maar dit is dus een ringmaat van 60. Je ziet gelijk van dat het meeveert. Het is een beetje eivormig, dus je doet hem terug. En nou, dit zal de eerste keer zijn als er. Ja, dit is gigantisch. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw van als je dit ruikt en gewoon zo'n pre-dro neemt en je vergeet de tabak, dan zou je er ook een kopje tegen kunnen zetten. Zo. En dat is ook echt dat full body, die volle smaak. Want de eerste track is mijn ervaring gelijk. Boom, peper. En het is veranderen. Maar het is zo'n smaak die, oh ja. Goh, daar heb je het weer, smaak. Ik ga hem toasten. Jongens, het is. Het zwemmen.
Zoals ik al zei, de eerste het pepertje dus gelijk. Dat is dan twee trekjes er toe gelijk weg en dat verandert weer. Het is echt specerij, maar dit is echt typisch Yoyo Nicaragua zoals je een Rose Loners hebt, een Classico. Als ik blind moet proeven, ik zou de ik zou niet kunnen, ja, deze herken ik uit duizenden, denk ik. Classico, ja, het is ook een hele smaak die dat alleen de Classico heeft, maar heb je een Rose Loners, dan zit je al met een maatverschil van, dan krijg je ook veel smaakverschil, maar bijvoorbeeld neem je een Joya Red, ja, die ken je ook al duizenden, want ik heb nog nooit een sigaar geproefd. Die naar citrus smaakt, sorry hoor, maar er is zo'n soort van poeha van gemaakt. En als je dat hiernaast durft te leggen, heb je lef. Want die staat voor lul met een Joya Red met zo'n sigaar. Kijk eens wat een. Weet ik alleen zo zonde vind van de review dat ik moet gaan praten met zo'n sigaar. Andere sigaren heb ik wel minder moeite mee. Dit komt ook weer bij de oude leeuw.nl weg en kan je ze ook loskopen. Want ik vind een kistje van 20, 125 euro wel veel geld. Maar niet, nee, het is gewoon een hoop geld. Maar had ik het over? Stond hier. Thanks for all those it is. Laat die lui lullen met hun stal en mest en weet ik veel. Dan ga ik gewoon naar een boerderij. Dit is het summum voor mij. En waarom zou je dan je vingers branden aan een behieke van Cohiba? Je zou hem maar lekker vinden. Nee, een kistje, ben je 6,500 kwijt en dan heb je 10. Nee, dat is het nou ook niet waard. Er is in een sigaar voor onder de 10, wat voor onder de 8, nou zeg rond de 8 euro. Dus is er nog zoveel te proberen en te proeven. En deze kost 6,50. Je hebt ook een Grand Robusto. Dat is een 5,5-54 geloof ik. Pin me daar niet op vast. Maar het grappige is, je hebt dus ook een hele dunne kleine. En die is het zwaarst van alles. Want ja, dun, klein en hoeft dus niet echt op te warmen zoals deze. Want ja, hoe verder je komt, hoe. En dan zal je helemaal verbaasd raken. Want als je bijna de eerste derde hebt gehad, dan komt die in één keer heel zoet. En dan denk je, wat gebeurt er nou? Maar toch, al die specerijsmaken, die blijven erbij. En dat maakt deze speciaal. Ik ga mijn bek even houden, want het is doodzonde voor de sigaar. Ik druk een knopje van pauze in. Ik rook even verder en dan is de smoking bed zo weer. Was ik weer deel 2.
laatste. Gelukkig kan ik rustig doorgenieten. Maar kijk eens hoe mooi dit is. En het is, hij rookt zo rustig, maar er komt echt zo, hij heeft zo'n perfecte draw. En ja, dat zeg ik de Robusto, dat de Crown Robusto moet ik zeggen, die is een stuk steviger. Een beetje vierkant, boxpress, jammer. Ja, en dan heb je dit, dit is dan een volledig rolde zonder een cap of weet ik veel. Dus dat is, het is uit één geheel en dat is toch wel, een torpedo heb je vaak dat je ophopingen krijgt. Dus ja, die kei, dat klinkt heel stom, maar die kei vanaf de punt kei dan scheef afknippen, zodat je dus een vrij groot open rookkanaal hebt. Maar ja, dat is net als heb je een dwarssluiting in je bek. Dus ik kan me alleen maar voorstellen met torpedo van ja, als je hem tussen je tanden wil houden en dan knip je hem wat korter af en maar dan krijg je nog een hoop, het rookkanaal wordt klein en de hoop teert zich op als het een zo'n soort sigaar is, dit formaat of een slagje kleiner. Maar ja, hoe kleiner het de opening is waar je door rookt, hoe sneller je een ophoping krijgt. Dus daar moet je wel rekenschap mee houden. Maar deze draw is zo. Het is een hele zachte sigaar. En ja. Zo voelt hij aan. En zo. Dus het dekblad ook. Zo roken. En het roken niet. En dat is het mooie. Ik denk dat ik maar als een discotheek opbel en dan zeg van als de rookmachine een stuk is. Dan steek je gewoon twee tegelijk op en dan heb je hetzelfde effect volgens mij. Want zo'n zorg heeft hij, hoeft echt niet raar te doen om hier de rook uit te krijgen. En dat is toch wel. Ja, en de oude leeuw heeft er weer een hele mooie uitleg bij. Dat ik eerlijk al een beetje verteld heb. Ik heb er helemaal geen zin meer om verder te gaan uitleggen. Ik heb hem weer nou laten zien. Ik neem nog lekker een paar trekjes. Ik druk op een stopknop en ga er verder van genieten. Veel op in me kan plakken. YouTube, kijken. En vergeet ik te zeggen, er zijn ook hele mooie setjes. Ik heb dozen even niet bij de hand. Er zitten 4 of 5 sigaartjes in, waaronder deze, een Toro, een Crown Robusto en een theekruimtje. En het is een heel leuk kistje, het is leuk om weg te geven, maar dat zou ik niet doen. Lekker spul moet je voor het zelf houden en een leuk kistje waar sigaren, als ze er duur minder zijn, die moet je weggeven. Maar dat moet je niet. Ik hou nog op, ik word er een beetje flauw van. Ik ga verder ook weer van Smoking Bennett met de Joya de Nicaragua Antonio 1970. Probeer de oude leeuw.com heeft ze allemaal. Dus check dat maar eens even uit en veel plezier ermee. Tot de volgende keer.